Hoi, ik ben naar de kapper geweest, maar met de vlogs lopen een paar dagen voor. Dus morgen heb ik weer lang haar, nu heb ik even kort haar. Ja. Dat is een mooie uitleg. Vandaag gaan we een baby Q&A doen voor jullie. We hebben super veel vragen binnengekregen en het leek ons eigenlijk wel leuk om even wat te behandelen daarvan. Ja, iedereen stelde onder de video's heel veel vragen en toen dachten we, nou ja, dan is het maar misschien verstandig om een Q&A te doen om al die vragen te beantwoorden. En toen vroegen we aan jullie, hebben jullie nog vragen voor ons? Toen gingen jullie helemaal los. Miljoen. Een miljoen vragen. Ja. En wat ik dan grappig vind, wat wel onder elke vlog wordt gevraagd. Maar als ik dan vraag van, joh, hebben jullie nog vragen? Wordt deze vraag absoluut niet gevraagd. Maar dat was, hoe oud zijn jullie? Nou, ik ben 23. En ik ben 24. Ik word in juli, word ik 25. Oké, zijn jullie al bezig met namen bedenken? Zeker, daar zijn we heel erg mee bezig, maar ik denk niet dat het slim is om dat al... We gaan ze niet zeggen voordat ze geboren zijn, omdat we dat gewoon voor onszelf willen houden. Maar we zijn er wel al mee bezig en ik denk dat we ook al echt een meisjesnaam hebben. Een meisjesnaam hebben we al, een jongensnaam. Jongensnaam vind ik echt heel moeilijk. Ja. We hebben wel iets, maar ja, ik ben er nog niet 100% van overtuigd. Dus dan weet ik niet zeker of we het wel moeten doen. Maar bij de meisjesnaam zijn we allebei heel erg verliefd op de naam die we nu hebben verzonnen. Hoe denk je dat het kindje eruit gaat zien? Ja, Darcy denkt als het een jongetje is dat het een beetje op mij gaat lijken. En als het een meisje is een beetje op haar. Maar ik denk dat het gewoon zoals elk kind eigenlijk een beetje een mix wordt van ons beiden. En ik denk misschien wel jouw mond. Maar eigenlijk hoop ik dat gewoon. Waarom? Je hebt een hele mooie mond. Vind ik. Vind ik persoonlijk dat Thomas een hele mooie mond heeft. Ja, jij ook. Ja, vind ik wat minder, maar... En ik hoop ook een beetje dat ze jouw wenkbrauwen krijgen. Want ik heb echt rampen wenkbrauwen. En jij hebt echt... Ja, ik zou die van jou... Voor een meisje in ieder geval helemaal perfect kunnen epileren. Voor een jongen ook. Epileren voor een jongen? Uh-huh. Oké, volgende. Wil je een jongen of een meisje? Echt 90% van de vragen ging hierover. Wil je een jongen of een meisje? Het maakt echt geen rol uit. Tenminste, mij niet. Ik denk jou ook niet. Mij maakt het helemaal niks uit. Nee. Als het maar gewoon gezond is. Ja. Heel cliché. Maar dat is echt het enige waar ik me nu druk om maak. Gewoon helemaal geen voorkeur. Het maakt me niet uit. Het heeft allebei heeft het leuke en minder leuke dingen. Alleen bij meisjes, als ze uitgaan, weet je wel. Dan ben je voorzichtiger. Maak je iets meer zorgen, denk ik. Dan en als jongens uitgaan. Maar... Met jongens maak je meer druk als het oud en nieuw is, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus zo bedoel ik de minder leuke dingen. Maar voor de rest maakt het ons helemaal niks uit. Nee. Waarom ben je zo bang voor de bevalling? Nou, dat lijkt me logisch. Kom op zeg, weet je hoeveel dingen er kunnen gebeuren? Je kan uitscheuren, er zijn vrouwen die gewoon overlijden tijdens de bevalling. Maar mijn moeder zelf is bijna doodgebloed tijdens mijn bevalling. Ja, dus dat kan allemaal gebeuren. Dus er zijn gewoon heel veel dingen die fout kunnen gaan bij de bevalling. En dat doet gewoon ook heel erg pijn. Ik bedoel, ik heb nog nooit een bevalling gezien waarbij een vrouw denkt gewoon, klaar. Je weet ook niet wat voor pijn je kan verwachten. Je weet dat het pijn gaat doen, heel erg veel pijn. Maar je weet niet hoeveel pijn. En ik ben gewoon bang dat ik tijdens het bevallen... het ineens op gaan geven of zo, of dat je niet meer durft of niet meer kan, of dat de energie op is. Want je hebt ook heel veel energie nodig om het eruit te persen. Want eerst krijg je heel veel weeën en daar word je al heel erg moe van en uitgeput. En daarna moet je dat kind er nog uitpersen. Ja, kost gewoon heel veel energie. Als jullie weten of het een jongen of een meisje wordt, zou je dat dan zeggen? Ik denk dat we daar een mooie reveal video weer van kunnen maken op YouTube. Dus net als de zwangerschapstest. Dat we erachter kwamen dat we zwanger waren, dan gaan we gewoon weer een video opnemen waar we erachter komen of het een jongen of meisje wordt. Zou je een tweeling willen? Kijk, als ik er nu voor zou kunnen kiezen om 1 of 2 eitjes te laten bevruchten, zou ik wel bewust kiezen voor 1. Maar... Omdat 2 kinderen gewoon best wel zwaar is en de bevalling dan nog zwaarder gaat worden. En daar ben ik al zo bang voor. Maar als het er zou komen, ja, natuurlijk is het welkom en hou ik er... evenveel van, het zou me niet uitmaken dan, maar om er bewust voor te kiezen zou ik het niet doen. Ben je bang dat de zwangerschap fout zou gaan? Je gaat er niet van uit. Nee, je gaat er dus niet van uit. Dus daarom ben je er ook niet heel erg mee bezig, dat je de hele tijd angstig bent of zo. Maar ik droom er wel elke nacht over. Om de een of andere reden ben ik daar bang voor of zo in mijn droom. En ja, maar toch niet helemaal. Je bent er niet bang voor dat het fout gaat, maar toch ook weer een beetje wel. Je kan van de trap afvallen en dan kan het wel fout gaan. Ja, er kan gewoon heel veel misgaan. En ik ben al zo onhandig. Nee, ik kom wel goed. Wat voor karakter wil je dat je kindje gaat krijgen? Ja, ik denk dat het juist het mooie is aan kinderen krijgen dat je een karaktertje gaat zien ontstaan en gewoon een heel eigen persoon wordt. Ja, ook wat dat betreft heb ik geen voorkeur of zo. Ik wil gewoon kijken wat daaruit komt en hoe zichzelf dat gaat ontwikkelen. Ja, in sommige dingen hoop ik wel dat hij meer op jou lijkt. Qua eigenwijsheid en zo. Ik weet gewoon dat ik daar best wel lastig mee ben geweest. Ik ben heel eigenwijs geweest en
als ik iets wou, dan moest ik het ook hebben. Of het nou goed was of slecht. En jij hebt dat veel minder. Als iets bij jou niet kan, dan denk je, nou ja, volgend jaar misschien wel weer of zo. Of gewoon helemaal niet meer. Ja, of helemaal niet. En ik heb heel erg, ik moet en ik zal het en ik moet het vandaag het liefst nu. Dat hoeft van mij niet in het karakter te zitten. Wat ik... Maar als je het hebt, ja, dan begrijp ik je ook weer volledig. Dus ben je nu al misselijk en zo? Ik ben de afgelopen dagen wel heel erg misselijk geweest. Maar sinds ik de tips van de kijkers heb opgevolgd en hij gewoon elke ochtend ontbijt voor mij kon brengen. En ik dan niet mijn bed uitga voordat ik heb gegeten, gaat het eigenlijk helemaal goed. Ja, vandaag ook eigenlijk helemaal nergens last van. Nee. Alleen af en toe. En ja. Maar verder niks. Nee, dus dat is echt heel erg fijn. Ja. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dankjewel, jongens. Wat is het eerste wat je tegen je kindje zou willen zeggen? Dat vind ik wel een hele moeilijke. Ik hou van jou. Dat is sowieso, maar die is wel voor de hand liggend. Ja, maar als je dat ziet, wat kan je anders nog zeggen dan... Oh, ik hou van jou. Onvoorwaardelijk. Ja, als je het ziet en je kan... Ja, ik denk dat ik niet eens meer iets kan zeggen, alleen maar... Hoe zien jullie de opvoeding voor je? Met een zweep. Water en brood, nee, gewoon ja. Wij willen ons kindje wel heel erg opvoeden dat hij vanuit zijn hart gaat denken. Ja. Gewoon niet te druk maken, gewoon lekker. Gewoon helemaal niet druk maken. En als je altijd naar je hart luistert, dan komt het altijd goed. Culturele dingen moeten we ook stimuleren, denk ik. Een beetje muziek en ja. Musea en... Dat vind ik ook belangrijk. Dat hebben we ook alle twee heel erg in onze opvoeding gehad. Ja, theater en dat soort dingen allemaal. Ik denk dat dat wel belangrijk is ook voor de ontwikkeling van je kind. Waar verheugen jullie het meest op? Om jou te ontmoeten. Ja? Ja, om het kindje te ontmoeten. Maar ik bedoel meer... Ik wou nog vragen, bedoel je in deze 9 maanden of als het kindje er al is? Op de kinderkamer bouwen, nu op dit moment. Na de 9 maanden natuurlijk om jou te zien. Waar ben je het meest bang voor? De bevalling. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, de bevalling. Jij de bevalling en ik dan of het wel goed gaat. Ja. Daar ben ik dan het meeste bang voor of het wel goed gaat. Volgende. Gaan jullie ook verhuizen als jullie een kindje hebben of hebben jullie al genoeg kamers? We zitten nu in de kinderkamer eigenlijk. Ja. Dit gaat de kinderkamer worden. We hebben in principe genoeg kamers. We hebben een slaapkamer, we hebben deze extra kamer, we hebben een woonkamer, we hebben keuken en al dat soort dingen. Maar deze kamer die wordt nu eigenlijk amper gebruikt. Ja, onze kledingkast staat er. Er staat hier een computer, maar die gaat dan ook weg. En dit gaat dan gewoon de kinderkamer worden. Ja, het is nu eigenlijk een beetje de logeerkamer. Hierachter staat een bed. Dat bed gaat weg. Ja, dat bed gaat weg en ik denk dat daar ook het kinderbedje komt te staan. En natuurlijk komt hier een likje verf over, want het is nu nog wit en je ziet daar zo, misschien zie je het net bij het plafond daar zo. Het is gewoon ja. Helemaal niet goed gewit, omdat wij maken geen gebruik van deze kamer nog echt. Nee. Behalve dan dat hier de computer staat, waar we eigenlijk ook nooit op zitten, want we hebben ook allemaal laptops. Ja. Dus in principe gaan we niet verhuizen, maar... Uiteindelijk gaan we wel een huis kopen, want nu huren we natuurlijk. Nou, natuurlijk. We gaan in ieder geval een huis kopen. Dat staat in ieder geval wel op de planning. En het is ook leuk, want we gaan proberen elke week zo'n video te maken, denk ik. Een Q&A? Nou, geen Q&A, maar... Ja, wel een extra video. Dus dan elke keer gaan jullie misschien in verloop van de tijd iets... Steeds meer wordt het een... Kinderkamer. Ja, precies. Wat vinden jullie het leukst aan kinderen krijgen? Alles. Ja, alles. Wat vind je niet leuk aan kinderen krijgen? Ja. Het is gewoon een klein mengsel van jullie liefde. Wat voor kleur haar en ogen willen jullie dat de baby krijgt? Blond haar en blauwe ogen. Ja, als je een beetje kijkt, we hebben alle twee bruin haar en bruine ogen. Dus ik denk ook dat de baby dit gaat krijgen. Oh, en de vraag die ook heel veel werd gesteld, die niet hierin wordt gesteld onder onze Instagram. Waarom vertellen jullie het als een vroeg? Oh ja, dat is wel een goeie, ja. De meeste mensen die kiezen ervoor om het pas na 3 maanden te zeggen, of 12 weken zoals dat heet. Want dan kan je al heel veel uitsluiten en dan is het... Dan is een bepaalde kritiek punt, zeg maar, is voorbij. En dan is het echt al een foetusje. Ja, foetusje. Dan zeggen de meeste mensen pas dat ze zwanger zijn eigenlijk. En wij hebben ervoor gekozen om het eigenlijk direct te doen. Omdat wij ons hele leven delen op YouTube. En wij vinden ook dat als het fout gaat, dan is dat niet iets waar we ons voor hoeven te schamen. En dan vind ik dat jullie dat ook mogen weten. Ja, en dan juist de steun die we van jullie krijgen... Kan ons daarin heel goed helpen, denk ik ook. Ja, en kijk, je hebt die drie maanden fase, daar gebeurt heel veel in. Met jou ook. En ja, dat wordt gewoon heel raar en onverklaarbaar, zeg maar, als we niet zeggen waar dat er komt. Nee. En ook de hulptroepen bijvoorbeeld, mijn nieuwe hoofdkanaal. Ja, daar was Darcy ook de cameravrouw van, maar dat gaat gewoon niet echt meer lukken, want Darcy is zo vaak misselijk en... En moe ook. En moe en... Het is echt bizar hoe zo'n klein, want het is nu zo groot als een druivenpitje, dus echt... Nee, sinaasappelpitje. Oh, een sinaasappelpitje. Het is wel iets groter. Vorige week
Als een druivenpitje, dit keer is een sinaasappelpitje, dus al ongeveer zo groot. Een boom bijna. Bijna een boontje. Ja, even groot als een koffieboon ongeveer. En ik zag ook dat het al. Maar, oh, sorry. Het is zo bizar hoe zo'n klein dingetje je zo moe kan maken. Nou, ik merk zelf ook, ik ben zelf ook heel erg moe. Ja, maar mannen schijnen ook een soort van hormoon aan te maken zodra hun vrouw ook zwanger is. Zie je, dus zijn we toch een beetje. Dus jij bent ook een beetje zwanger. Zie je wel, mensen. Wij zijn zwanger. Nou, dat was de baby Q&A voor nu. Als jullie het leuk vonden, dan moet je het even laten weten. En voor meer vragen, als je meer vragen hebt, laat die ook hieronder achter. Want dan gaan we gewoon, als we heel veel nieuwe vragen hebben waarvan we denken, oh, die moeten we even behandelen. Dan gaan we gewoon weer heel snel een nieuwe Q&A maken. En anders misschien over een maandje weer, of over een paar weekjes. Ik denk dat we gewoon één keer in de maand standaard een Q&A'tje. Ja, één keer in de maand standaard. Maar als we nou heel veel vragen hieronder zien waarvan we denken, oh ja, dit moeten we echt even behandelen. Dan gaan we die ook zeker even beantwoorden. Ja. Heel snel. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Stuur deze video door naar iedereen als je de video leuk vond. Klik op duimpje omhoog. En klik op abonneren als je ook ons hele babyavontuur wil volgen. Dat is helemaal gratis. En alle nieuwe kijkers, heel erg bedankt voor het abonneren. En heel erg welkom. Ja, ja, er zijn heel veel kijkers, al heel veel reacties gekregen van kijkers die zeiden, oh, ik kende jullie allebei nog niet, maar super leuk. Terwijl ik al 7 jaar YouTube video's maak. Ja, leuk. Maar leuk dat jullie kijken en leuk dat jullie ons avontuur gaan volgen. Ja. Heel erg bedankt en tot de volgende, morgen. En dan heb ik weer lange haar, want we lopen een paar dagen voor met de vlogs. Tot morgen, mensen!